Ja, Koos, gaan we verder met de tv-kantine, want komt daar een theaterversie van? Ja, er gaan geruchten dat Carla Boshart bij Joop van den Ende is geweest. Ja. En dat hij het idee had om een soort musical of theaterversie van de tv-kantine te maken. Nou, dat kan natuurlijk hartstikke leuk zijn. Maar we hebben Irene Moors vandaag gesproken, die zegt van joh, nou, het zou best leuk kunnen zijn. We hebben het er wel eens over gehad. Maar het is eigenlijk praktisch onmogelijk. Ze maakt nu een aantal programma's voor RTL 4. Ja. Daarnaast is ze ook nog moeder. Wil ze thuis zijn bij de kinderen. En als je theater ingaat, nou dat weet je, dan sta je 7 dagen per week sta je op de planken. Ja. En dat kan gewoon niet. En daar komt bij. Het lijkt me ook best wel lastig. Want ze moeten natuurlijk elke keer anders geschminkt worden. Andere pruiken op. Ja. Nou, ik geloof dat ze zo'n 2 tot 3 uur per persoon bezig zijn. Dus dat zou dan, ja, dat zou eigenlijk praktisch helemaal niet kunnen. Ja, dan krijg je een soort van een pittige tijden effect. Met een pruik en een snor. En dat is wel heel leuk. Maar dat is niet de tv-kantine zoals ze hem kennen. En zoals hij ooit de Gouden Televisiering won. Dus dat idee, dat is denk ik niet helemaal mogelijk. Maar ze zei wel, we hebben het ook wel eens over een film gehad. En dat is misschien wel mogelijk. Kijk. Ook hartstikke leuk, toch? En daar kon ze nog niks over zeggen. Nee, daar gaat ze niks over zeggen, maar waar houden u het op de hoogte?